stuff is Andrew Klaas op IWI en saxofoon. Joris Kalluwaerts op keyboards. Mix Monster Menno op plant en platen. En Dries Lahaye op bas. En dan Lander Gijzelink, die er helaas even niet bij is, op drums. Van ons stuk heet Hybrid Love. Het gaat eigenlijk over twee zaken die tegengesteld zijn aan elkaar, die toch bijeenkomen. En het spanningsveld ertussen. Meer concreet betekent dat we eigenlijk op zoek gaan naar bijvoorbeeld elektronica versus akoestische muziek. Of gespeelde muziek versus opgenomen muziek. En eigenlijk het spanningsveld tussen die twee dingen. Ik denk dat het niet alleen over muziek gaat, maar ook over gewoon... het leven en Facebook-generatie en wie zet op Facebook en wie zet in ticht. Hoe vergroeit dat of staat dat naast elkaar? Of... Gaat technologie, vooruitgang in technologie, gaat dat ons redden of is dat onze ondergang? Dat is het spanningsveld eigenlijk een beetje. En het ding is, we zijn zelf een groep die heel veel gebruik maakt van moderne technologie eigenlijk om ons verhaal te vertellen. Dus, maar we weten ook wel dat dat soms een beetje... Ja, dat is niet allemaal goed, ook niet of zo. Of niet slecht. Allee, we willen eigenlijk niet over goed en slecht hebben eigenlijk. Want we willen het gewoon zeggen van ja, we maken er gebruik van. Facebook bijvoorbeeld of Google stelt ons in staat om alle dingen op te zoeken, om te zien waar uw vrienden zijn. Maar is het eigenlijk wel goed? Ja, nee, we weten het niet. Maar we zijn er wel sowieso mee bezig. We kunnen er niet omheen of zo. En als je dat terugtrekt naar muziek, is dat ook dat we in het verleden... Hebben computers gespeelde muziek proberen namaken. Dan heeft dat een eigen leven geleden. En nu proberen wij die muziek, die als geprogrammeerd is, terug te menselijk spelen. Te spelen. Ja, absoluut. Dus... Mm-hmm. Technologie is niet per se slecht of zo. Nee. Eigenlijk is onze vaste werkmethode dat alles sowieso, of dat je nu iets concreet aanbrengt of het vertrekt vanuit een improvisatie-jam, het gaat sowieso door heel de band. Soms kan het zijn dat iemand een compositie heeft gemaakt, maar dat gaat sowieso op een manier oftewel geheel versnipperd worden of kleine aanpassingen. Of, ja, of soms is het gewoon ook goed. Ja, soms is het ook goed, hè, maar het gaat sowieso door heel de band. Het is nooit dat iemand zegt, hier is de partituur, 1, 2, 3, 4, klaar. Het is sowieso dat wij gaan er sowieso vreselijke uren in steken met 1000 discussies. En dan kom je tot iets speciaals, omdat we alle vijf een heel zware mening hebben. Met alle gevolgen van dien is dat... En alle vijf het een andere invalshoek het bekijken. Voilà. Krijg je wel een heel persoonlijk ding. Wij kunnen sowieso... Stuff is ook echt deze formatie. Wij gaan ook nooit, als iemand ziek is, iemand anders bijvragen of zo. We zijn echt een band en... Zo ontstaat onze muziek ook gewoon door... Als iemand ziek is, moet je gewoon ziek meespelen. Ja, voilà. Het is echt een band die gewoon in de garage uren klopt eigenlijk. Dat is een beetje onze werkmethode. De voordelen van zo'n intens werkproces is dat je gewoon... Vooral kunt focussen op stuff nu, 3 weken. Hey, ja. Ik spreek. Ja. Het is dat. Iedereen speelt in veel projecten. Ja, en elke dag nadenken van, wat staat er vandaag in mijn agenda? Het is weer die andere band. En, wat heb ik ervoor nodig? En nu is dat gewoon van, je springt op je fiets, je gaat naar de single. En je weet, we gaan 3 weken aan stuff werken. Het is een zittend concert, dus het is sowieso weer een ander medium dan dat je bijvoorbeeld op een festival speelt of zo, voor een halfdronken menigte. Maar dat is wel fijn en dat vinden wij meestal ook wel leuk eigenlijk. Mm-hmm. Ik zie er heel hard naar uit.
ik ben heel benieuwd hoe dat mensen erop gaan reageren. We houden er wel rekening mee. We hebben echt zo gezorgd ook voor zo... Ik denk dat iedereen een beetje meer een soort van... moet ik dat zeggen? Toch meer een beeldende klank ook op zoek wordt of zo. Meer van naar dat we ook het licht wel belangrijker vinden als dat we dat... En normaal gezien is dat het licht geeft dat een extra op wat wij doen. En ik denk eigenlijk dat hier het licht echt wel mee ook de sfeer eigenlijk bepaalt. Ja. Of zo. En dat is echt wel een verschil. Dat is eigenlijk het verschil dat we niet kunnen doen als we bij jullie repeteren bijvoorbeeld. Het is gewoon een andere situatie, omdat we nu echt nieuwe muziek, gloednieuwe muziek hebben gecomponeerd voor dit. Het staat gewoon in zijn kinderschoenen, dus dat is wel een andere situatie dan bijvoorbeeld deze zomer, waar dat we 100 concerten hebben, bij wijze van spreken, dan, terwijl die muziek, dat we die al 3 jaar speelden of zo ongeveer. Ja. Dus het is een volledig andere situatie. There's a dinosaur dying in the mist. Cold wind makes the thin teeth shiver. There's a scream of something human there. What comes next? We hebben 3 weken nieuwe nummers zitten maken met oog op de voorstelling, maar tegelijkertijd houden we ook in het achterhoofd dat we zouden we heel graag een nieuwe plaat maken. En er zullen ook wel nummers zijn die we nu maken die die plaat zullen halen. Misschien niet onder dezelfde vorm, maar dat is dus... wat was de vraag nu? Toekomstplannen van Steve. Ja. Dus op lange termijn mag dat ook in een plaat resulteren of zo. We hebben sowieso plannen om een plaat te maken. En, dat is maar dat mogelijk spelen. Ja, voilà, dat is sowieso. Nieuwe muziek spelen. En meer, we zijn ook in Engeland en in Nederland bezig, dus dat willen we sowieso wat meer uitbuiten en uitbouwen. Vier Mias. Ja, 4 Mias en Lander ook nog voor 1. Welke zou het liefst winnen? Ik weet eigenlijk begot niet voor welke je selecteert. Denk genomineerd. Artwork, best album. Beste liveband. Best liveband. Nee, dat niet. Ik weet het niet. En beste concerttechniek. Dat vind ik een hele rare. beste concert. Ik vind gewoon al een schoon compliment. Ja. Dat is ongelooflijk. Dat is aan ons denken. Ja. Dat is ongelooflijk dat we toch een beetje in de mainstream zijn gesukkeld. Dat is ongelooflijk. Ik zou graag beste liveband hebben. Ik ook. Dat vind ik ook. De... Ik ook. Dat is de mooiste. Maar, we weten niet of we daar voor geselecteerd zijn. Dat is heel leuk voor geselecteerd. En als dat niet is, dan ben ik ook wel blij met beste album. Dat zal wel... Whatever. Het is sowieso de max. Dit ding is, die komt altijd maar lager.